Welke kleider is nou eigenlijk het meeste geld waard op dit moment? In deze video gaan we het daarover hebben. Maar eerst even een hele dikke shout-out naar iedereen die Supporter Creator Code veel gevraagd heeft ingevuld in de Fortnite Item Shop. Hashtag ad. En als je nou iets koopt met onze Supporter Creator Code, stuur dan eventjes een bewijsje op naar onze Instagram @teveelgevraagd. En wie weet, kom jij in een van onze video's. Ja, gisteren heb ik al een video gemaakt over de top 10 meest zeldzame item shop emotes. En vandaag gaan we het eens hebben over de meest zeldzame gliders over het algemeen. Dus laten we beginnen met nummer 10. En dat is de Fossil Flyer. De Fossil Flyer is een hele zeldzame glider die maar liefst 1088 dagen geleden voor het laatst in de item shop is geweest. Ja, we gaan al dik in de 1000 bij het nummer 10 al. Hij is 8 keer in totaal in de item shop geweest en dat maakt hem heel zeldzaam. Hij was uncommon en kostte 500 V-bucks in de item shop. Laten we doorgaan naar nummer 9. En nummer 9 is de Snowflake Umbrella. De Snowflake Umbrella is een van de eerste umbrellas die we hebben gekregen in Fortnite. Deze kon je unlocken als je een win haalde in seizoen 2 van chapter 1. Ik heb deze glider en daar ben ik heel blij mee. Want dit is een van de zeldzaamste gliders, naar mijn mening, op dit moment in de game. Trouwens, even tussendoor. Als jij een van deze gliders hebt, laat het ook even weten in de reacties. Want ik ben wel benieuwd welke gliders jij van dit lijstje hebt. Maar in ieder geval de Snowflake glider, die is dus heel erg zeldzaam. Want ja, er zijn heel weinig mensen die in seizoen 2 een win hebben gehaald. Dan de volgende glider is deze, de Pivot glider. En deze is maar 2 keer in itemshop geweest. En het is 1055 dagen geleden dat voor het laatst gebeurd is. De reden waarom die zo lang geleden, dat hij zo weinig in de itemshop is geweest en waarom die niet terugkomt, is omdat die hoort bij de set van de Reflex skin. En dat was de Nvidia set die per ongeluk is toegevoegd in de Fortnite wereld. Of in de Fortnite item shop. En die komt niet meer terug. Omdat het dus niet de bedoeling was. Dus iedereen die deze heeft. En ik heb hem ook. Die mag heel blij zijn. Want je kon hem dus 2 dagen lang kopen. En je kon hem krijgen als je Nvidia bundel had. Die krijg je als goed dus niet meer nu. Dus de volgende glider is de Mainframe glider. Deze glider is maar liefst 11 keer in de itemshop geweest. Maar het is 1116 dagen geleden dat dat voor het laatst gebeurd is. Dus in 5 januari 2019 was dat voor het laatst. Dat is super lang geleden als je erover na gaat denken. En deze kostte 500 V-bucks. Was een uncommon glider. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat is inmiddels, even kijken, 10, 9, 8, 7. Dat is nummer 6. Nummer 6 is de Royal X glider. Best wel een mooie glider die uncommon is. En de reden waarom die hierin staat, want het is geen item shop glider, is omdat dit ook een seizoen 2 glider is. Maar hiervoor moest je tier 42 zijn voordat je hem unlockte. Dus je moest en in seizoen 2 van chapter 1 hebben gespeeld. En je moest de battle pass hebben gehaald. En die moest je dan ook nog eens naar tier 42 levelen. En dat heeft lang niet iedereen gedaan. Daarnaast is die ook niet zo bijzonder. Dus ik denk niet dat ook mensen echt hebben gestrijd om deze glider te krijgen. Maar het is wel bijzonder. Ik vind het wel vet. Ja, ik heb deze glider niet, want ik had de Battle Pass niet. Het is heel simpel. Ik heb die gewoon nooit unlocked. De Season 2 Battle Pass. Dus ik heb bijvoorbeeld de Black Knight ook niet. Vind ik heel jammer. Maar voor de mensen die het wel gedaan hebben, dan mag je heel blij zijn. Want deze glider is dus super zeldzaam. Laten we door naar nummer 5. En dat is deze. Dit is de Rhinestone Rider. En Rhinestone Rider is een item shop glider die 5 keer in de item shop is geweest. En de laatste keer is 1108 dagen geleden. Dan denk je, maar dat was minder dagen geleden als een paar gliders daarvoor. Ja, dat klopt. Maar hij is in plaats van 11 keer maar 5 keer in de item shop geweest. En daarom dat hij zo zeldzaam is. Ik heb geen idee waarom hij zo weinig in de item shop is geweest. Dat is best wel een prima glider. Het is niet heel mooi, maar ook niet heel lelijk. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop dat hij nog een keer terugkomt. Al wel voor de mensen die hem hebben, die hopen dat natuurlijk ook weer niet. Dan de volgende glider is deze, nummer 4. Dat is de Fighter Kite. De Fighter Kite is ook wel een leuke glider. Maar die is maar liefst 1207 dagen niet meer in de item shop gezien. 1207 dagen. Even om je een beeld te geven. Dat was op 6 oktober 2018. Ja, toen was Fortnite net een jaar oud volgens mij. Dit is echt super lang geleden. Het was een uncommon skin van 500 V-bucks. Ik denk dat ook heel weinig mensen hem gehaald hebben. Dus daarom dat hij zo super zeldzaam is. Dan, de volgende is deze, de Raptor Glider. Dat is nummer 3. Die is 9 keer in de item shop geweest. Maar dat is 1252 dagen geleden. Dus dat is nog langer geleden. Dit is echt
aan het einde van seizoen 1, chapter 1, dat je hem kon kopen. En sindsdien is hij gewoon niet meer terug geweest. Het is heel raar. Het is geen season shop glider, maar wel heel zeldzaam. Deze is echt heel zeldzaam en ik ken niemand die deze glider heeft. En daarnaast is het ook niet een hele mooie glider. Dus ik denk ook niet dat veel mensen die hem konden kopen, dat ze er überhaupt over hebben overwogen om hem te kopen. Want er waren andere opties. Maar dan gaan we door naar nummer 2. En deze laatste twee zijn heel speciaal. De nummer 2 is eentje waarvan veel mensen zouden denken dat nummer 1 is. Namelijk de Mako Glider. De Mako Glider is 1 keer in de item shop geweest. En 1 keer in de season shop. Hij was namelijk te verkrijgen als je een bepaald level werd in de season shop. Maar hij is ook in de item shop geweest. En dat was op 2 januari 2018... Dat is 1485 dagen geleden. Dat is echt super lang geleden. En deze is niet meer teruggekomen sindsdien. En ik heb geen idee waarom. Want in principe is het gewoon ook een item shop skin. Maar hij is er nooit geweest. En daarom dat bijna niemand deze heeft. Maar als je een Mako Glider hebt, heb je een van de zeldzaamste items over het algemeen al in Fortnite. Dus wees daar blij mee. Want deze is echt best wel veel geld waard. Maar er is één glider zeldzamer dan de Mako Glider. En dat is de nummer 1, de Aerial Assault 1 Glider. De Aerial Assault 1 Glider is een glider die je kon unlocken als je level 5 werd in Season 1 van Chapter 1. En dan moest je hem in de Season Shop kopen voor maar liefst 504 bucks. En aangezien deze glider ook niet heel mooi is of zo, of heel speciaal, dachten mensen, ik ga hem niet kopen, want ja, ik kan ook gewoon met een normale glider spelen. Of met dus... de Victory Umbrella hadden we volgens mij nog niet in seizoen 1 van chapter 1. Maakt toen niet uit. Het is niet een hele mooie glider, maar wel een hele zeldzame. En als je deze hebt, dan is jouw account echt best wel veel geld waard. Maar ik moet wel even zeggen, het verkopen van je account is verboden, dus doe het niet. Als je hem hebt. En sowieso moet je dat niet doen. Want ja, je kan ervoor verbannen worden. Maar dit is in ieder geval de nummer 1. En ik ben dus benieuwd welke van deze 10 jij hebt. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. En als je dat vond, drop die like en abonneer op de Veelgevraagd met een belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Peace out. Doei!